foto is gemaakt hier in Wijchen bij de Viking Run. Waar ik toevallig met mijn dochter een half uurtje langs ging om te kijken. Omdat zij daar ook in geïnteresseerd was. En ja, er gebeuren zo leuke dingen. Ik heb altijd een camera op zak, dus ook deze keer. En daar is die foto gemaakt. Ik hou ontzettend veel van beweging. In beweging in de foto, in mensen, maak actie, echte actie. En als je dan dit soort platen kunt maken, waar ook alles in zit, verrassend. Sommige mensen noemen het kunst. Ik heb zelfs de foto al 2 keer verkocht aan het Radboud Ziekenhuis voor een kunstfoto. Dus ja, dan is het wel kicken als dat eruit komt. Ze zijn natuurlijk niet altijd allemaal zo die eruit komen, maar dit is voor mij wel, ja, wel genieten. Ik wil de foto in gaan zenden, sowieso voor de zilveren camera. Dat is een ultieme prijs die elke fotograaf voor ogen heeft, maar voor heel weinigen weggelegd is. Maar ook eigenlijk voor meerdere prijzen nog, ook voor de Gelderse nieuwsfoto die eraan zit te komen. Ik vind het ontzettend belangrijk om te weten wie er op die foto staat. Mede daarom, als stel dat een prijs uitrolt, dat ik ook de persoon kan traceren en sowieso hem een exemplaar kan overhandigen. Ik weet van de persoon eigenlijk helemaal niets, dus dat is het lastige. Ja, de tijdstip is er rond 3 uur geweest, tussen 3 en half 4, want ik ben niet zo lang aanwezig geweest daar. Maar dat moment is die gemaakt, ja. De foto is helaas niet zoveel te zien. Het enige wat je nog een beetje kunt traceren is dat ze van tevoren met een high five geven. Het is een groepje van 3 personen, dus het was ook geen grotere groep. En ze gaan die berg naar beneden en het was vol in de blubber. Ben jij of ken jij de persoon op deze foto? Neem dan snel contact op. redactie@n1.nl. Volg ons online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.